wat wil je dat uw nalatenschap is voor Suriname? Wat wilt u dat uw nalatenschap is voor Suriname? Nalatenschap voor Suriname. Nou, daar kan ik heel kort over zijn, denk ik. Het bureau blijft bestaan, CESO. Maar ik heb dus besloten om dus, de zakelijke kant van CESO om te zetten. En het ten geschenke over te dragen aan dus een stichting die ik heb opgericht. Dat is Stichting de Vrije Academie van Suriname. Die gaat dus met de revenues van het CESO, gaan zij dus mensen in de gelegenheid stellen, promovendi. En andere of mensen die denken dat ze wat kunnen schrijven, kunnen zeggen. Een wetenschappelijke bijdrage of een pragmatische bijdrage kunnen leveren. Die krijgen dan in de Vrije Academie de gelegenheid om dat te doen. En het ook uit te dragen aan andere mensen. Het hele programma van de Vrije Academie heb ik al ondertussen uitgewerkt. De statuten van de stichting ook. En ik hoop dus ook mijn boeken aan de Vrije Academie na te laten. En al mijn andere geschriften, voor zover ze geschrift zijn. Dat andere mensen ze ooit eens een keertje zullen afnemen. Dat ik zou willen overdragen, is het denk ik het streven naar ambitie, toch? En broer van, u bent laatst 88 geworden. En, ja, nee, hardop zeg maar mensen hoor. Oh, oké. Okay. U bent 28 geworden. En u zit niet thuis op een hobbelstoel, ik weet niet, na tv te kijken. U bent nog steeds bezig, u bent elke dag bezig met creëren. En dat is dat stukje ambitie, bezig zijn en iets nieuws aan de dag leggen en met de skills en de knowledge die je hebt, nieuwe dingen creëren. En ik denk hè, Sranan Fassi toen en nu, ik denk dat we een hele periode hebben gehad waarbij een heleboel ambitie de kop in werd gedrukt. Een heleboel ambitie werd gezien als vreemd, als raar en er werd er geen aandacht aan besteed. Maar als ik kijk naar de invloeden van ICT, bijvoorbeeld YouTube-video's op jongeren, waar jongeren kunnen zien van hey, wat er allemaal mogelijk is, wat kan. Maar ook dat jongeren steeds meer proberen een eigen identiteit aan te nemen. Hoop ik echt dat dat stukje van ambitie blijft hangen. Heb de ambitie om 300 jaar te leven, toch? Ja. Je kan morgen doodgaan, maar daar gaat het niet om. Het feit is dat je die ambitie hebt en dat je ervoor vecht. En dat je faalt is niet belangrijk, maar je moet die ambitie hebben. Toch, anders ben je net zo goed een plantje of zo, toch? Maar die ambitie is denk ik belangrijk en ik hoop dat die boodschap wel overkomt bij anderen. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.